Ik sta hier in het folkloremuseum van het klooster Panagia Odigitria, de Heilige Maria die de weg toont. En hier zien we een oude olijfpers. De olijven werden in deze houten bak gedaan, samen met water. Die vielen dan langzaam op dit platform hier. En de stenen zelf die werden door een ezel rondgedraaid. Dus de olijven werden geplet en vanaf deze platform viel er al olijfolie in deze bak hier. Fleur de l'huile werd deze olijfolie genoemd. De olijven zelf die werden verzameld van dit platform met deze schep die je daar kan zien. Die werden in juttezakken gedaan en dan werden die juttezakken op de echte pers gelegd. Hier is een voorbeeld van zo'n echte pers. Dus de juttezakken werden op dit platform daar gelegd in die bak. De pers werd naar beneden gedraaid en de olijfolie samen met het water vielen in deze bak hier. En hier werd dan de olijfolie van het water gescheiden.